Trainersvisie 9. Bert, de trainer van DVS 1. Was uh, Spijkenissen nou zo goed in het begin of uh, wij zo slecht? Uh, ik denk beide. Wij, uh, wij starten wel met een overtuigende aanval. Maar daarna uh, leek het wel alsof die aanval ervoor zorgde dat wij uh, wat stapjes minder deden en dachten van dit gaat wel uh, heel makkelijk. Dus laten we maar wat minder energie in de wedstrijd gaan stoppen. Maar daarnaast vond ik dat spijkenissen gewoon uh, met een stuk uh, vrolijk opportunisme met ons uh, meer dan moeilijk maakte natuurlijk. Ja. Terwijl je juist had gedacht dat ze, dat ze wat, wat rustiger uh, zouden beginnen. Een beetje vanuit een, een gesloten defensie. Nou ja, ik heb wel aangegeven dat de trainer zijn visie blijft volharden. En, en dus in die zin waren we er ook niet door verrast dat ze vol druk zetten en uh, het afjagen gewoon volledig doen. Maar wij uh, gingen niet goed om met de situaties. Daar hadden we nadrukkelijk over gesproken. En als je dan toch gaat spelen, denkt uh, andere keuzes te moeten maken. Dan kom je in de problemen. En, maar wat ik niet goed vond was dat ze vooral verdedigend uh, vaak mensen lieten lopen, te ruim doordekten. Ja, dat was gewoon niet sterk. En uh, middenveld, uh, daar, uh, dat was uh, helemaal voor uh, spijkenis, had ik het uh, idee. Eerste half uur. Ja, ze hadden daar natuurlijk ook een mannetje over en die benutten ze erg goed. En uh, wij hadden moeite om onze middenvelders te bereiken eh, in, uh, in die drukte. Uh, daarom ook een omzetting gedaan om uh, ervoor te zorgen dat we gewoon per linie konden blijven voetballen. En uh, toen kwamen we eigenlijk pas een beetje in de wedstrijd aan. Ja. We hebben nu acht wedstrijden gehad, Bert. Uh, vijf van de acht wedstrijden beginnen we gewoon slecht, in mijn ogen. Ja, dat, dat zijn jouw ogen. En dat mag ook natuurlijk. En uh, ik vind in ieder geval zaterdag dat we niet goed uh, starten. De jongens en zijn Groningen, bijvoorbeeld, toen werden we ook overrompeld en zo'n kwaliteit. Maar uh, er is iets binnen deze groep dat uh, ja, ik weet niet, een soort diesel. En uh, ik denk dat we maar ook eerder naar die vereniging toe moeten gaan. Omdat we eerst een uurtje gaan voetballen daar en dan komen we op gang. Uh, het, is, het is heel raar. Uh, het is dus wel een mentale kwestie, hoor, vind ik. Omdat je als speler uh, moet je niet kat uit de boom kijken in de divisie. Je moet er meteen staan, je moet meteen overtuigd zijn van de hoge handelingssnelheid. En uh, nou, daar zal vanavond ook wel over gesproken worden. En het kan wel, zie je Spakenburg. Hè? Ja, daarom. Dus, uh, maar dan heeft het dus echt met een motivatie te maken van een speler. Uh, maar als je te veel spelers hebt die moeten groeien in een wedstrijd, ja, dan krijg je dan, dan krijgen dit soort uh, startmomenten. Ja, dat moeten we natuurlijk niet meer hebben. Maar toch zat ik uh, heel vaak met uh, Jan de Gier, dat is een, uh, een jaargenoot van me. En hij is uh, nu uh, bij de Vereniging van Oevermissers, uh, secretaris geloof ik. En hij heeft vele uh, clubs uh, getraind. Kende ook heel veel spelers daar uit die buurt. Spijkenissen heeft ze daar allemaal zo'n beetje gehad, die ploegen. En die zei: uh, Spijkenissen, het zijn individueel allemaal wel hele goede voetballers hoor. Ja, daarom. Als je, als je gewoon goed kijkt naar hun uitslagen ook. Ze hebben weinig geluk gehad wat dat betreft. Ze hebben gewoon een goede ploeg. Dus um, ja, ze staan laatste. Maar uh, ik vond dat ze goed voor de dag kwamen. Alleen ik moet wel zeggen. Ja, op een gegeven moment dat we echt gas gingen geven. Ja, toen werden wij natuurlijk wel. Uh, ja, zeker de tweede helft heer en meester. En dan zie je wel dat het kwaliteitsverschil er wel is. Uh, maar je ziet ook dat ze tot het einde blijven knokken, die jongens. Dus uh, het is gewoon een hele mooie ploeg om, uh, om, om ook te zien voetballen. En het enthousiasme, dat uh, werkt erg uh, aanstekelijk. Ik, bij het tweede doelpunt, uh, gemaakt door uh, Gökhan Jassar. Uh, dacht ik van drop en erover. En wat gebeurt er? Waar ze het vandaan haalden, weet ik niet. Maar opeens van Spijker is het er weer. Ja, wij hadden eerst de uitdaging om eerst maar eens op 2-2 te komen natuurlijk. En dan zie je dat dat toch ook weer een stukje mentaliteit is. Van ja, en nu dan? Hè? Gaan we door voor 2-3? Of uh, houden we die 2-2? Nou, dan zie je even de, de twijfel. En zij denken gewoon van, ja weet je, uh, dit is niet zo handig van ons. We gaan weer op jacht naar die uh, 3-2. Zij doen gewoon niet anders. Nou, wij gingen een stapje naar achteren doen. Linies kwamen te ver uit elkaar uh, te liggen. We hadden niet één gedachte. Ja, daar hebben zij op dat moment goed gebruik van gemaakt. Net toen op dat moment uh, ook de wissels uh, Maurice en Jassar, uh, uh, kun je die verklaren? Ja, Maurice en Mike waren blessures, dus die, dat is makkelijk te verklaren. Oh, blessures? Oh, oké, okay, oké. Okay. Um, nou, en toen de jonkies erin, uh, daarvan uh, had, uh, dacht ik, Jannik uh, het uh, een beetje moeilijk. Oh, dat zou je hem zelf even moeten vragen. Uh, kijk, het is natuurlijk heel druistig. Het is fantastisch dat voor die jongens dat uh, ze op dit niveau uh, mee mogen en kunnen doen. Kijk, we hebben de, bij DVS de policy dat we, dat we op hoog niveau willen spelen, maar ook met zoveel mogelijk eigen jongens. Ja, die leren alleen maar van dit soort invalbeurten. Daar worden ze sterker van, slimmer van. Uh, ze willen zich op dat moment natuurlijk graag laten zien. En uh, ze hebben echt wel een stinkende best gedaan. En of het dan wel voetbaltechnisch of niet, dat maakt niet zoveel uit. Ik vind dat dan de ervaren jongens, die moeten dan zeggen, kom maar op jongens, we zorgen dat jullie blijven drijven. En uh, die moeten dan die kracht ook uitstralen. En uh, dat ligt niet zozeer aan de jonge jongens als het niet goed gaat, maar meer om de jongens eromheen. Acht wedstrijden, dertien punten. Score, uh, scorebord uh, journalistiek. Wat zegt uh, trainer Bert uh, over dat uh, aantal punten? Ja, dat is te weinig. Dat is gewoon duidelijk te weinig. En uh, als je kijkt naar de wedstrijden hoe we gespeeld hebben, en toch uh, ook wel de vele kansen die we hebben gecreëerd. Um, dus dat, dat is qua punten te weinig. Maar goed, we doen nog steeds goed mee uh, voor de kopposities uh, wat dat betreft. En um, ja, ik, ik denk dat we redelijk, op, uh, nou, gewoon redelijk bezig zijn op dit moment. Maar we zullen zelf dan nog wel um, vaker boven onszelf uit moeten stijgen om uh, echt in de top mee te doen. Komt uh, Kengo er al een beetje aan? Ik denk dat hij er zo wel weer aankomt. Ja, wat dat betreft. Uh, nee, Kengo die, uh, die is druk met herstellen. Hij is fantastisch hard bezig met, uh, met de medische staf. Complimenten daarvoor. Ja, dat is een jongen die, uh, die natuurlijk wel nodig gemist wordt op het moment dat wedstrijden uh, ja, wedstrijd een beetje vast zit, om het zo te zeggen. Dus uh, we hopen dat we dit jaar nog van uh, Kengo kunnen en mogen genieten. Harkemaarse Boys, hoe kijk je daar uh, tegenaan? Ja, het is een bijzondere ploeg altijd. Ik vind het fantastisch. Uh, stevige jongens, um, veel energie erin altijd. Uh, maar ook goed voetbal uh, wat dat betreft. Ik heb vroeger als voetbal ook tegen Harkema gespeeld. En uh, dat was altijd wel een, uh, een pittig potje. Dat zal zaterdag niet anders zijn uh, wat dat betreft. Ze missen wel twee mannetjes. Ja, maar ik denk dat ze daar ook wel weer twee nieuwe voor hebben. Dus uh, we, ze zullen daar weer een oplossing voor vinden. Wij moeten ons vooral op ons zelf richten en in ieder geval zorgen dat we beter starten. Goede voorbereiding, Bert. Ja, we hebben er weer zin in.